De commissie Diversiteit en Inclusiviteit, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Politie en het LGBT-platform, heeft vanmorgen tijdens een kennismakingsbijeenkomst de parlementaire commissie voor Global Action, PGA, geïnformeerd. Commissievoorzitter Sharita Sitaal en andere commissieleden hebben in aanwezigheid van minister Jennifer van Dijk-Silos een korte presentatie verzorgd over de taken en het doel van de commissie. Daarbij is aangegeven dat de commissie Diversiteit en Inclusiviteit onderzoek zal moeten doen om te komen tot het juiste beeld van de mening van de Surinaamse samenleving met betrekking tot de LGBT-rechten. Tijdens de presentatie is duidelijk naar voren gebracht dat LGBT-rechten ook mensenrechten zijn. Suriname is lid van vele verdragen en de grondwet van Suriname staat geen enkele vorm van discriminatie toe. Wetgevingsproducten en of bepalingen zullen goed doorgelicht worden, zodat de discriminatoire bepalingen worden weggemaakt. De voorzitter van de parlementaire commissie, Patrick Kensenhuis, heeft tijdens deze bijeenkomst een handboek voor parlementariërs getiteld Advancing the Human Rights and Inclusion of LGBT People, overhandigd aan minister Van Dijk-Silos. De bewindsvrouw bedankte het DNA-lid en voegde eraan toe dat zij het zal doornemen om meer inzicht te verkrijgen in de materie. Ook de leden van de commissie Diversiteit en Inclusiviteit kregen een exemplaar.